Een carrière switch moet geen 180 graden zijn. Boom, up, that's be up. Ja, dat is een 12 jaar geleden begonnen en ik was meer en meer geïnteresseerd in bier, speciaal bieren te bestellen op café. En zo is dat eigenlijk gegroeid, de interesse in bier. Ik ben bij een bierclub gegaan, de Limburgse Biervrienden, wat mij eigenlijk ook al heel veel heeft bijgeleerd. Bij bierproeven doen we dus eigenlijk een ritueel. Hè. Dus we kijken eigenlijk eerst naar de kleur van het bier. We kijken ook naar het schuim. Is het mooi, romig schuim? Welke kleur heeft het schuim? Dus echt een cursus gelijk in de Sintra nu momenteel bezig is, dat bestond nog niet. Maar toen in één keer op Radio 2 was er een interview met Yannick Boes. Die sprak over een cursus biersommelier, cytoloog, een avondschool van 2 jaar. Dus ja, bijna 22 maanden moeten we eigenlijk zeggen, iedere dinsdagavond. De volgende stap, dan gaan we eigenlijk het glas aan de neus halen en dan nemen we eigenlijk de aroma's van het bier waar. 22 maanden elke dinsdagavond pinten drinken, dat moet een hele inspanning zijn. Nee, het was eigenlijk droge theorie. Het was vooral van 6:30 tot 9:00 was het eigenlijk theorie. En dan werd er nog van 9 tot 10 wat bier gedronken. Dus, maar dat waren eigenlijk ook maar 2 kleine degustatieglaasjes. Het is niet echt om te drinken, maar echt om de smaken en de geuren wat in het bier zit eigenlijk te ontleden. Wat ik hier vooral in ruik, dat is een hele mooie toets van karamel. Een cytoloog is eigenlijk iemand die de kennis heeft over bier, het brouwproces, bier vooral bier in combinatie met gerechten. Cytoloog, bier en gastronomie is eigenlijk ook een deel van de cursus. Veel mensen kunnen naar hier komen en 4 of 5 gangen menu voorstellen. En ik kan er bijvoorbeeld perfecte aangepaste biertjes bij zetten. Zo'n lekker fazantje, zo'n wildse fazantje voor met de feestdagen. En daar een Toetler Amber Triple bij, dat kan alleen maar slagen. Dus, nu zijn we momenteel 14, bijna 15 maanden bezig met de zaak. En de zaak die groeit iedere week, laten we zeggen. Dus meer en meer mensen die bierdegustaties willen. Want we zitten momenteel ook tot het einde van het jaar volgeboekt met degustaties. Zo, dan kunnen we nu overgaan eigenlijk tot het belangrijkste van bierproeven, dat is het drinken. Nu kan ik zeggen bijvoorbeeld als een bier, ja, bij mij, ja, ik proef iets, maar ik weet niet hoe ik het moet thuisbrengen. Die bloesems komen naar boven, vooral ook die karamel, die overheerst nog altijd heel fel in het bier. Dankzij die cursus hebben we eigenlijk heel veel bijgeleerd over smaak en bier. De meeste mensen vragen mij dat ook, wat is dat juist wat ik proef? En ik ben wel fier om te kunnen zeggen dat ik dat nu wel kan vertellen aan de mensen. Alleen gezondheid. Gezondheid. Ja, dat is niet.